Goedenavond, een heel hartelijk welkom hier vanavond in de Bali namens de kindercorrespondent. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen, organisaties bezig met dat onderwerp jeugdparticipatie. Maar eigenlijk betekent het voor iedereen iets anders. We gaan het dus hebben over jeugdparticipatie. Wat is dat nou precies? In Nederland hebben we 3,3 miljoen kinderen tot de 18 jaar. En ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die zo goed mogelijk gehoord worden? Want nu gaat dat nog niet altijd even goed. Dat kunnen we wel concluderen als we het boek gelezen hebben. Eigenlijk wat je met al dit wil zeggen, met het boek, maar ook met deze hele bijeenkomst, niet voor kinderen beslissen, maar met kinderen beslissen. Ja, wij denken vaak als volwassenen dat we het heel goed doen. Maar ik heb zoveel kinderen gehoord, in wat voor situatie dan ook. Ja, die zeiden van ja, met mij is niet gesproken. Het ging over mij. Het besluit gaat over mij. En of het nou moeilijk is of makkelijk, ik wil erover meepraten. We gaan kijken of we mensen werkelijk kunnen leren hoe je naar belangen van kinderen kijkt, hoe je naar andere belangen kijkt en hoe je dan de afweging maakt. En dat blijkt voor heel veel professionals heel erg moeilijk. Toen ik kinderburgemeester was bijvoorbeeld, dan moest ik sommige dingen doen, maar dan kreeg ik nergens het woord of dan, ja, dan werd zeg, ja, en dan nu lag voor de foto. We weten nou allemaal dat het belangrijk is om de kinderen bij te hebben en om met kinderen te praten. En nou, dat weten we nu allemaal. En nu is het volgens mij met z'n allen heel erg nodig dat we die tweede stap zetten en zeggen, oké, en nu gaan we er ook echt iets mee doen. Ja, je kan naar kinderen luisteren, maar doe er ook echt wat mee. Anders ga je er niks mee doen. Dan verspil je ook echt je eigen tijd en ook andermans tijd. En ja, het is niet echt leuk om je eigen tijd te gaan verspillen. Dus eigenlijk allemaal natuurlijk maar één doel. En dat is dat er meer naar de jeugd geluisterd wordt. En dat er ook echt iets mee gebeurt. Dus ik hoop dat dit boek daar een hulpmiddeltje voor is. Als zeg maar het probleemoplossend vermogen van kinderen gecombineerd wordt met het realisme van de volwassenen. Als je dat kan combineren, dan kun je echt wel wat problemen oplossen. Ja, mooi gezegd zeg. Bam! Ja. En wat ik mooi vond, was dat er gepraat werd over dingen die we nog niet goed uitgezocht hebben. En ja, wat is eigenlijk echte participatie, hè? Het gaat niet meer om speeltuinen. Het gaat nu echt om meedraaien in de samenleving. Dus laten we nou met z'n allen eens echt naar de jeugd gaan luisteren. En er vervolgens ook echt iets mee gaan doen. De grootste jeugdorganisaties uit Nederland zaten hier. Ja, en dan ben ik ook best wel een beetje trots.